Welkom bij aflevering 4 van Tijdreizen vanuit onze bibliotheek. We zijn in 1912 en Helene werkt aan haar nieuwe levensdoel, een museumhuis op de Veluwe bouwen. Hoe pakt zij dit aan en wie mag haar museum gaan ontwerpen? Het voornemen een museum op te richten heeft Helene richting gegeven. Aanvankelijk verzamelde ze kunstwerken voor zichzelf. Nu wil ze een verzameling aanleggen tot nut en genot der gemeenschap. Een verzameling die haar kijk geeft op de ontwikkeling der moderne kunst. Helene richt zich vooral op Franse en Nederlandse schilderkunst en heeft de meeste aandacht voor Vincent van Gogh. Maar onder leiding van adviseur Bremmer komen ook eigentijdse kunstenaars in beeld, zoals Charlie Torop, haar vader Jan Torop, Floris Verster, die ook een portret van Helene schildert, en Bart van der Lek, waar we later nog op terugkomen. Samen met Bremmer gaat Helene steeds vaker naar kunsthandels en veilingen om kunstwerken te bemachtigen. Ze heeft daar ook een steeds groter budget voor over. In 1912 besteedt Helene maar liefst 280.000 gulden aan kunstwerken, waarvan 115.000 gulden alleen al in de maand april. In april reist Helene naar Parijs en verwerft binnen 2 dagen 15 schilderijen van Van Gogh en 2 havengezichten van Seurat en Signac. In de tijdlijn vertellen we het hele verhaal over Helene in Parijs. In juli 1913 toont Helene haar verzameling voor het eerst in het openbaar. Anton heeft in 1912 het pand naast het hoofdkantoor van Müller & Co. gekocht. Aan lange voorhout nummer 1 wordt Museum Kruller gevestigd. Bezoekers moeten van tevoren schriftelijk een toegangsbewijs aanvragen. Dat is vormgegeven door Cato Berlage, de dochter van architect H.P. Berlage. De verzameling van mevrouw Kruller mag dan gratis worden bekeken. Op de bovenverdieping van lange voorhout nummer 1 wordt de afdeling gebouwen van Müller & Co. gevestigd en Helene wordt daarvan directeur. De reis door Italië heeft bij haar een lust op bouwen aangewakkerd en ze wil bouwen voor de toekomst. Helene is als opdrachtgeefster nauw betrokken bij de projecten en ziet al haar wensen graag vertaald in het ontwerp. In 1913 neemt zij de dan al beroemde architect H.P. Berlage in dienst. De eerste belangrijke opdracht van Berlage is om een kantoorpand voor Müller & Co. in Londen te ontwerpen, het zogenaamde Holland House. Maar Berlage krijgt ook de opdracht om de privéwoningen van de Krullers te renoveren, zoals Villa Groot Haasbroek en het Klaverblad. Voor boerderij De Harskamp op de Veluwe ontwerpt hij niet alleen een nieuw hoofdgebouw, maar ook kippenhokken en een varkensstal. Ook werkt hij aan de ontwikkeling van een modelboerderij voor een ander landgoed, de Schipborg bij Anlo in Drenthe. In 1914 komt ook kunstenaar Bart van der Lek in dienst van de afdeling gebouwen. Helene en Bremmer zien in van der Lek een groot vernieuwer en willen de kunstenaar alle ruimte geven. Hij ontwerpt een monumentaal glas-in-loodraam voor de entreehal van het hoofdkantoor van Müller & Co. en mag op reis naar de mijnen in Algerije om daarvoor inspiratie op te doen. Hij maakt een adviesje voor de Batavierlijn, ontwerpt tegelversieringen en reclamemateriaal voor boerderij De Schipborg en ontwerpt de typografie van Helene's verzamelmappen met kunstreproducties, zoals we die hier zien in haar werkkamer. Voor de gebouwen die Berlage ontwerpt, geeft Bart van der Lek kleuradviezen. Bijvoorbeeld voor het jachthuis Sint-Hubertus op de Veluwe, waaraan de architect sinds 1915 werkt. Maar de wat geforceerde samenwerking veroorzaakt bij beide ontevredenheid. In 1916 zegt van der Lek zijn contract op. Hij wil meer artistieke vrijheid. Lees in dit deel van de tijdlijn meer over jachthuis Sint-Hubertus. In 1918 komt het er eindelijk van. Berlage maakt de eerste schetsen voor het museum van Helene dat op de Veluwe moet worden gebouwd. Een indrukwekkend gebouw met woon- en tentoonstellingsruimtes. Maar het ontwerp wordt niet uitgevoerd. Op 1 september 1919 beëindigt Berlage namelijk zijn contract bij de firma. De verhouding tussen hem en Helene is steeds meer onder druk komen te staan en Berlage is haar bemoeienis met zijn ontwerpen beu. Zelf schrijft Helene in 1921 aan haar zoon Bob: "Voor mij was hij altijd de kleine man.
de chagrijnige mens, het lelijk onaangenaam karakter, maar de grote kunstenaar. Berlages opvolger wordt de Belgische architect Henry van de Velde. In het najaar van 1920 presenteert hij zijn eerste tekeningen. Helene schrijft aan Sam dat hij ervan onder de indruk is. Zij overtreffen ver mijn verwachtingen en ik geloof ver alles wat tot nog toe in die richting is gebouwd of ontworpen. Het museum wordt mooi. In 1921 wordt aan de voet van de Franse Berg in Hoenderlo begonnen met de bouw. Het ontwerp van Van de Velde bestaat uit op maat gezaagde blokken malbronnen zandsteen, die vanuit Duitsland naar de Veluwe worden vervoerd via een spoorlijn die speciaal daarvoor is aangelegd. Maar niet lang daarna, in 1922, moet noodgedwongen de bouw van het museum al worden stopgezet. Jarenlang hebben de Krullers geleefd zonder financiële beperkingen. Maar Müller & Co. heeft onder leiding van Anton ontzettend veel schulden opgebouwd. Helene moet Bremmen laten weten dat er geen kunstwerken meer kunnen worden aangekocht. Ze schrijft teleurgesteld aan Sam: als ik tegenwoordig langs de plek van het museum kom, heb ik het gevoel als bij een open graf dat op zijn doden wacht. Ik kan het soms nog niet geloven dat het er niet zou komen. Ik wacht nog altijd op een wonder. Hoe gaat Helene om met deze enorme tegenslag? Helene laat in de volgende jaren zien dat zij nog veel meer in haar mars heeft. Ze brengt haar verzameling op nieuwe manieren onder de aandacht en bedenkt een uitgekiende constructie om haar droom op de Veluwe toch te laten uitkomen. Wat dat precies is, vertel ik in de volgende aflevering. Graag tot dan!